Dag allemaal, daar zijn we weer met het verhaal van Ovidius over Apollo en Daphne uit de Metamorfose boek 1, nu vanaf regel 457 tot 460. Kort stukje, dus hij had het gezegd van, wat moet je met die mooie, goede, krachtige wapens? Ista decent humoros gestamina nostros. Ista hyperbaton gestamina, die ja, dingen die je kunt dragen, letterlijk, gestamina, dus die eretekens, die sieraden. Hij heeft hier over dus die wapens, over het pijl en boog, dat is dus een eer als je die mag dragen eigenlijk. Hè. Die decent, die passen bij, die sieren, hè, die horen bij. Humeros nostros, bij onze schouders. Nostros natuurlijk door een hyperbaton achteraan gezet. Dat is expres, dan krijgt het extra lading, extra nadruk. Bovendien is het meervoud, terwijl het gaat over Apollo zelf. Dus poëtisch meervoud. Wij kennen dat niet zozeer, wij kennen vooral koninklijk meervoud. Maar het is in poëzie ook heel gebruikelijk om meervoud te gebruiken in plaats van enkelvoud. Dus ik kan ook gewoon vertalen met mijn schouders, maar je mag ook van mijn part onze zeggen als je dat mooi vindt. Onze schouders, of ons, wij, die, je kunt daar het woordje wij in lezen, want dat qui verwijst eigenlijk naar het verstopte wij, wat in nostros verstopt zit. En dit is een ingewikkeld zinnetje, moet je even als volgt lezen. Die, qui, ik lees me eerst voor, qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti. Dit had ik wat duidelijker kunnen doen. Een momentje, ik ga het even wijzigen. Zo, extra lijntje erbij. Kerta bijvoorbeeld bij Hulnera. Waar bestaat er nou? Dus die kunnen. Hè, dus wij die kunnen. Possumus. Dat is natuurlijk ook een wij-vorm. Omdat het had over wij. Wat kunnen we nou? Oftewel, wat kan ik nou? Dan moet je hier weer terug gaan. Want Possumus hoort ook hierin. Daar kan geven. Of beter gezegd veroorzaken. Kerta Vulnera, die horen bij elkaar, die moet je ook, Vulnera moet je ook daarbij lezen. Dus Vulnera possumus is hier weggelaten. Zekere wonden. Wij die, sorry, laat ik het zo vertellen, die zekere wonden kunnen geven, of veroorzaken. Ferai, en ferai is een wild beest. Dus dat is hier een dativus, ferai, aan een wild beest. En dan hier nog een keertje. Wij die, hè, moet je weer aanvullen, die certa vulnera, zekere wonden, kunnen geven hosti. Dativus van hosti is een vijand, aan een vijand. Dus hij heeft twee delen, en daar in het ene deel herhaalt hij, of sorry, laat hij vulnera possumus weg, en in het andere deel laat hij eigenlijk qui en certa weg. Qui niet eens opgeschreven, maar het is wel zo. En dat maakt het een beetje ingewikkeld, maar het is eigenlijk gewoon dat hij dus, ja, een dubbele zin heeft. En die plakt hij aan elkaar met een komma. En dat is dan, heet dan een asyndeton. Niet verbonden. Ellips betekent dus weglating. Hier weer poëtisch meervoud wat we daar ook hadden. En dus ook een repetitio van dare en dare. Hè? Dat is allemaal poëtische toestanden hier zo. Dus misschien als je heel erg ver wilt doordenken. Kun je zeggen dat het, ja, het met iets met wonden te maken heeft. Hier is de zin ook als het ware verwond, want er zijn gaten geslagen in die zin. Maar dat is misschien wel erg ver doorgedacht. Alhoewel, als je Romeinse poëzie leest, dan gebeurt het wel heel vaak dat soort grapjes worden uitgehaald. Als je naar het metrum kijkt, het ritme van het vers. Qui dare certa ferae dare vulnera possumus hosti. Allemaal steeds lang, kort, kort, 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 enzovoort. Dus vrij veel korte klanken. En dat maakt dat het heel veel actie krijgt. Als je heel veel lange klanken krijgt, dat mag ook in het metrum, dan geeft het vaak iets gedragens, iets, of iets triests juist, of iets verhevens. Maar hier is het vaak actie. Hè? Veel korte klanken. Bijvoorbeeld het galopperen van een paard wordt vaak bijvoorbeeld weergegeven in een gedicht met veel korte klanken. Dat soort klankeffecten zitten er ook in. Let daar ook op. Hier hebben we weer een asyndeton, die ook weer een qui-zin aan toevoegt. Nog een keer over die nostros. Wij, die, wat hebben we nog meer gedaan? Althans, ik, Apollo. Die modo pestiferol tot jugra ventre peventem stravimus in numeris tumidum pithona sagittis. Een lange zin. Maar het belangrijkste is stravimus, omdat het persoonsvorm. Wij, die hebben, ja, geveld. Eigenlijk, zoals je een boom of een dier kunt vellen. Hier zie je dan een mooie tekening van Apollo die de draak velt. Wij die modo, betekent in ieder geval kort geleden, hebben geveld. En het leidend voorwoord erbij staat hier Pythona. In het Grieks Pythona eigenlijk.
Dat is de accusatief van Python. Dus die taak. De Python hebben geveld. Oh, daar hoort nog bij. Toomidoom Python. De gezwollen draak. Je kunt zien, hij is nogal dik en rond enzovoort. Die draak dus. En dat gaat zo meteen ook een rol spelen in dit stukje. Hebben geveld. Eerst nog even dit. Innumeris sagittis. Dat is ablativus. Betekent met ontelbare pijlen. En sagitta is een pijl. Zoals je hier kunt zien. Samal sagittai. Hij heeft het dus. Ja, innumeris is misschien een beetje overdreven als je dit plaatje ziet. Het zijn er maar vier. Maar goed. Het is ook een beetje een overdrijving. Je hoort bij dichter zijn. Dus hyperbol betekent overdrijving. Hier natuurlijk weer poëtisch meervoud, want het gaat weer over wij in plaats van ik. Maar nee, eerst nog even dit, prementem enzovoort enzovoort. Dit is een PPA in de accusativus. Het feit dat het accusativus is, kun je zien dat het iets over die Python zegt, want daar is die naam wel voor bij PPA. Een tegenwoordig deelwoord, dus letterlijk premere is drukken, dus die drukte, terwijl hij drukte, of toen hij drukte ofzo. Of eventueel bedekte, komt hier misschien in context zometeen mooier uit. Waar drukt hij nou op? Nou, op tot jugera. En een, moet ik het even goed zeggen, een jugum, denk ik, is een morgen. Een morgen is niet een ochtend, maar een morgen is een oppervlaktemaat. Dus een morgenland is ongeveer een kwart hectare. Dus dat is best wel een heel groot beest. En bovendien zegt nog weer tot jugera, betekent zoveel. Dus zoveel morgens land, bedrukkend. Dus de Python die zoveel morgens land bedrukte, die of bedekte misschien beter. Dit ablatief is pestifero ventre, met zijn verderfelijke buik. Want venter is buik, hier ablatief is pestifero. En pestis is eigenlijk een pest, hè, een verderf. En ferre is natuurlijk brengen, dus pestiferus is, of pestifer moet ik zeggen, is verderf brengen, dat is wel verderfelijk. Dus nogmaals in het kort, wij die kort geleden de gezwollen pito, die zoveel morgens land met zijn verderfelijke buik bedrukte of bedekte, met ontelbare pijlen hebben geveld. Hè? En daarom passen natuurlijk die wapens bij onze schouders en niet bij die van jou. Maar goed, je ziet al wat er gebeurt, daar wordt Cupido natuurlijk een beetje boos van. En zoals Apollo die draak heeft geveld, zo gaat zo meteen Cupido hem vellen, althans verliefd maken, want daar doen zijn pijltjes. Goed, daarover later weer meer in het volgende filmpje. Tot dan.